the number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience, digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco-Technopark Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future. Real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. Okay, so we are now on Iberian, Menton from Belgium, from Netherlands. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience, digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco-Technopark Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market.
One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Okay, this 16, 17, 18, and then 18 is that Willy, 18, yeah, okay, Professor Willy. And what he care was dimension D one after we do isn't 19 was. In eerste keer informatie gekregen over de Skyway technologie. Dat is heel, heel positief. En dat is één. En ik wil zeggen voor deze mensen bravo. Want dat is heel, heel goede richting. Heel goede stap voor deze technologie te proberen te helpen aan deze technologie. En deze woord van Anatoly Yunitsky, hij schreef deze woord zelf, dat de Skyway systeem optimaal, effectief en veilig. En dat is heel, heel 100% correct. En ik ben 100% bij deze woorden van Anatoly Yunitsky. En ik vind deze foto is leuk. Ik toon deze foto altijd op mijn presentatie. Deze foto bestaat vanaf 1887. Hier op deze foto, kunnen zien, juist onze spoorweg, ja, met onze rail, met onze ankers, met onze cabines. En naast elke cabine staat de bestuurder. Maar we weten dat onze transport zonder bestuurder, dat is intelligente, smart. Onze transport heeft smart ogen of visie en dan dus volledig elektronisch. Ja. En voor. Op een moment zien we geen foto. Wat zegt? Ja, de mensen die. Zijn grote foto zien. Ja, is nog aan laden. Ze is nog laden, ja, oké. Okay. Zal ik wachten. Bij mij bescherm is goed, maar waarschijnlijk is het op te laden nog. Nog zie je of niet? Ja, nog 4% en is alles geladen. Nog 4%, oké, okay, goed. Maar sowieso, dat is heel mooie foto's en dan heel oude foto. Ik weet niet van wie komt deze foto, maar ik houd altijd deze foto's en dan deze foto vind ik heel, heel leuk. Hè? Er komen foto's niet? Nog niet. Oké. Oké. Dan de volgende foto is ook bestaat vanaf 1920, maar hier op deze foto we kunnen zien onze spoor, ja, dat is zoals de kabelbaan. Maar de heel belangrijke punt hier is, ik wil u tonen mensen de ijzerwielen, zoals bij onze grootvader van onze transport. Dus dat is de auto, de naam van de auto is Ford, ja, maar de spoorweg, ja, ook zoals bij ons. Maar de grootvader van onze transport, dat is de naam is van deze vrachtwagen, de Zilu, ja. Hij was, de test en de spoorweg was in Rusland, dat was de klein dorpje Ozori, de naam van de dorpje Ozori, en dan onder de Moskou, dat is de meer dan 60 kilometer van Moskou. Dat was 2001. Maar kijk alsjeblieft op de ijzerwielen van onze grootvader, de vrachtwagen.
this dezelfde systeem, dezelfde spoorweg met de buizen, met de kabel binnen. In de buizen die kabel zit en dan spanning. Dus hetzelfde systeem. En dank u wel voor deze plaats, voor het dorpje Azure. Dat was de weg, lengte van de weg was 150 meter lang. En dan hoogte was 15 meter. En wij kregen veel certificaten. Wij kregen veel positieve, verschillende positieve cijfers van onze transport. En dat is de grote water. En nu deze grote machine staat zitten op de Ecotechnopark van Marina Gorka. En ik vroeger stel vraag aan Anatoly Junitsky. Anatoly, alsjeblieft, zeg maar, waar heb u ideeën van Skyway transporttechnologie te vinden of creëren? En Anatoly geeft mij antwoord dat alles is lang geleden uitgevonden van onze de grootvader en vader. En hij zoeken en verzamelen deze informatie van de oude papieren en dan verzamelen op één systeem, zou ik zo zeggen, en dan een beetje kennis van wiskunde, natuurkunde, geometrie, materiaalheid enzovoort. En dan komt onze transport, komt onze prachtige transport van de nieuwe generatie. En voor mij dat was de rare antwoord, omdat gewoon verzamelen oude papieren met de technische gegevens en dan alles checken, alles kennis, weten, wiskunde, geometrie enzovoort. En dan komt onze transport. Maar dat is van Anatoly zelf. Je hoofd van Anatoly is, dat is waarschijnlijk richting op deze technologie te groeien en te starten. En achter de rug van Anatoly staat de vrouw van Anatoly, Nadezhda. De naam is, Russische naam is Nadezhda, en als we tellen naar Nederlands, dat is hoop. En Anatoly op de film, we hebben een film van Anatoly, van leven van hem. En Anatoly heeft gezegd op deze film dat één keer per na de 20 jaar voor de bezoeken aan hogere personen, voor deze technologie te tonen, te zeggen, te praten en dan proberen deze technologie te duwen. En dan, hij was heel moe en dan komt in zijn leven hoop, dus Nadezhda, dus vrouw. En dan deze vrouw, en ik zeg aan Nadezhda altijd dank u wel, omdat deze vrouw altijd achter de rug staat, maar nu is voor, zoals de Anatoly, en altijd helpen aan Anatoly. Dat is heel belangrijk, omdat energie in en yang, mannelijke vrouwelijke energie, werkt samen. En dan daarom waarschijnlijk, niet waarschijnlijk, maar zeker, de technologie loopt heel goed snel verder. En elke keer als ik mijn hand geef aan Anatoly, ik zeg altijd aan Anatoly dank u voor de technologie die we implementeren. En dat is echt waar, mensen. En als u aan Anatoly hand geeft, alsjeblieft zeg maar dank u wel. En Anatoly zal u van hart antwoord geven, omdat hij doet dat altijd graag. En we hebben zoveel tentoonstellingen gedaan en veel mensen vragen aan mij waarom wij zijn zoveel geld sturen op de tentoonstelling, maar we moeten ook goed begrijpen, wij op de tentoonstelling, dat is Indonesië, vroeger de andere kadertje was de Wit-Rusland, op deze tentoonstelling wij onze technologie tonen aan de hele wereld. Dat is de tentoonstelling in Rusland en Moskou. In Rusland en Moskou, we was twee keer. En hier is
Medvedev, Iris Medvedev, dat is de rechterkant van Putin, Vladimir Putin. Hij was ook op deze plaats en hij kent heel goed onze technologie, maar deze hoge persoon altijd iets te wachten. Iets te wachten en nemen geen risico. Maar oké, we gaan verder en dan zullen we zien volgende jaar. En 29 november 2016, dat is tweede verjaardag van Anatoly Yunitskiy. Dat is de dag wanneer de Unibike succesvol reed. En niet vergeten alsjeblieft, dat is heel heel belangrijke datum. Dat is historische datum en deze datum staat op papier op. En onze fabriek, ik kreeg vraag over onze fabriek, die nu bestaat. Dat is zo niet klein fabriek, maar toch niet groot fabriek. En op deze fabriek wij mechanische onderdelen en elektronica getesten. En moeten wij begrijpen, mensen, dat is een heel grote fabriek waar wij kunnen bijvoorbeeld 1000 machines per dag produceren. Nee, dat is, zal ik zo zeggen, een speciale fabriek. Of speciale fabriekbureau, waar de volledige cyclus van productie van onderdelen naar de montages en dan de complecten allemaal samen te verzamelen. Dan de complecten, dan testen alle mechanische complecten en elektronica. En dan testen in zelf industriële steekproeven. Dus dat is niet zoals de grote fabriek. Maar toch, we hebben onze fabriek, dat is een heel mooie fabriek, met sterke ingenieurs en arbeiders. En we hebben heel, heel speciale machines gekocht. En mensen vragen waarom wij betalen zoveel geld voor zo duurde machines. Maar dat is heel belangrijk voor ons, omdat wij zijn onafhankelijk geworden van onze leveranciers. We hebben heel goede ervaring wanneer wij bestellen onze ankers, onze spoorweg en onze onderdelen van andere fabrieken. En wij kregen niet 100% correcte verschillende onderdelen, zoals de spoorweg. We moeten millimeter per millimeter hebben, maar daar is 3, 4 centimeters, dat voor deze bedrijf is goed, maar voor ons niet. Daarom wij kopen nog een machine, is Akuma. Dat is precies millimeter voor millimeter. Kijk, dat is heel, heel sterke en mooie machine. Aluminium blok worden in, na de tijd voor de, gemaakt van aluminium blok en prachtige leuw. Waarschijnlijk de mensen hebben gezien deze video. Dat is heel dure machine, maar voor ons dat is heel belangrijk. En dan de heel belangrijke de mensen, de wereld wordt gedigitaliseerd. En wij digitaliseren onze technologie ook. Wij zitten de parameters van onze technologie in cijfers. Waarom we moeten dat doen? Omdat we moeten de wereld date houden en niet te laat zijn. En omdat wij zijn op de Skyway Global en tokens komen, omdat wij zijn blockchain systeem, de blockchain systeem is klaar. En wanneer start ze, wanneer die komt, dan beslist Anatoly zelf. En nu de Anatoly zelf beslissen elke stappen van onze bedrijf. Elke stap die beslist Anatoly zelf. En dat is heel belangrijk voor ons ook, omdat wij zijn klaar voor op de markt te komen en we zijn klaar op de beurs te komen. Wanneer, dat zal Anatoly zelf beslissen. En wanneer, dat zal zelf over deze informatie zal zelf geven aan de partners of aan de raad van bestuur of de video maken. Maar wij zelf niet vergeten, de mensen alsjeblieft, of partners, het ontwikkelingsplan van onze bedrijf. Wij zijn op deze ontwikkelingsplan of de businessplan. Niet alle machines, niet alle Unibuses of Univind of Unibike, dat was niet op de
op de businessplan. En we, op deze moment vandaag, we hebben 16 verschillende soorten machines. Dus voor 2 personen, voor 3, 6, 8, 14, 28, 72 enzovoort. En dan die komt Unicorn. Unicorn is een heel belangrijke machine vandaag geworden. Dat Unicorn vandaag kreeg de eerste plaats en dan de passagiers, de Unibike en dan Unibus, die komt op tweede plaats. Maar soms ze staat naast elkaar. Maar de kwaliteit, kijk, de kwaliteit van onze transport en van interieur, van binnen is perfect. En wij schamen ons niet voor onze Unibike. Kijk, dat is zoals de BMW of Mercedes. Ik denk dat is beter. Kwaliteit is perfect. En waarom? Omdat wij moeten op juist met de perfecte kwaliteit komen. Omdat wij zijn de beste technologie en eerste technologie van de wereld. En dat is echt waar. En ik kreeg de vraag, waarom duurt zo lang om Skyway te bouwen, mensen? En alsjeblieft, bekijk de geschiedenis en kijk op deze blaadjes. Hoe lang duurde het transport om te bouwen? De auto's, de 116 jaar van de eerste productiewagen, dus de 116 jaar vliegtuig, 35 jaar, de trein, 24 jaar aan Skyway. 2 jaar van testen tot eerste passagiers. Dus 2 jaar, dus 116, 35, 24 en Skyway 2 jaar. Is dat lang duurt? Zeker niet. Zeker niet. En als we kijken op volgende blaadjes, kijk, we starten in 2015. Dat was de bouwplaats, bouwcentrum in Ecotechnopark Marina Gorka. In 2016, november, de eerste Unibike reed. Dus start voor de eerste machine. In 2017 we hebben 3 machines en dan volgende machine. En dan 2018 we starten in Arabische Emiraten. In 2019 VIP machine, speciaal tropische machine komt. En nog vandaag we hebben meer dan 16 machines. Verschillende soorten. Waarom? Omdat wij zijn winkel. De winkel, we willen als die komt, de koper of de hoge persoon die wil deze technologie te starten. Als hij wil starten met de 2, met 10, met 18, met 27 personen of 150 personen of vrachtwagen voor de containers, we geven alles. Dus hij komt niet terug zonder niks. Hij komt altijd met iets. Als hij vraagt, we geven alles. Dus wij vandaag klaar voor naar de markt te komen. Dus wij zijn klaar. En als de mensen vragen, hebben wij echte prestatie? Ja, tuurlijk. Dat is openbaar en over welke projecten kunnen wij nu zeggen. We hebben nog die projecten, maar openbare en informatie over deze projecten is gesloten. Er komt nog informatie, maar over welke informatie en over welke projecten? De Anatolij Junitski zal zelf beslissen en zal zelf stap per stap informatie te geven. Vandaag komt meer en meer en meer informatie over projecten, over waar starten we, wanneer welke beurs, wanneer komen we naar de markt, wanneer IPO enzovoort enzovoort. Daar komt informatie, maar wanneer deze informatie komt, zeker zal beslissen Anatolij Junitski. Een testcentrum in Belarus. Kijk maar alsjeblieft, hier we hebben echte 5 wegen. En deze weg, heel belangrijk voor ons, omdat wij zijn op 14e fases. Deze is weg voor snelheidmachines, snelheidweg. Maar ze is nog niet zo lang. We moeten deze snelweg hebben voor 25 kilometer. Maar de Anatolij Junitski zal beslissen, waarschijnlijk, maar dat is niet 100%, waarschijnlijk wij starten boven deze weg hier, op plaats van Marina Gorka.
And this information is not 100% used, but beslissen hier starten of in Arabische Emiraten, dat zal beslissen Anatoly Yunitskiy. En waarom toch komt het idee voor hier te starten? Omdat hier is 3 keer minder kosten voor ons. En we hebben nu eens positief antwoord gekregen dat kunnen we verder deze plaats grond gebruiken. En als we kijken op de echte prestatie van verder van onze technologie, testcentrum van Arabische Emiraten, iedereen zeker weet, informatie komt enorm veel over de innovatiecentrum van stad Sharjah en dan over de eco-huis. Maar de mensen, die Arabische mensen, die was binnen in deze eco-huis, houthuis, en zeggen dat is zeer aangenaam om in eco-huis te zijn. Dat is eerste houthuis die komt naar Arabische Emiraten. Dat is ook de positieve procent voor ons. En de afwerken van interieur van eco-huis loopt tot einde, bijna op is. En dan de eco-huis klaar zal zijn. En dan de echte foto's van van het station. En de station, eerste station ook klaar, bijna klaar is. Dus we stappen en stappen voor. Ja, volgens de coronavirus, we een klein beetje vertragen. Maar toch, we stappen verder. We stappen verder. En als we kijken nog een keer op de foto's van interieur binnen, is ideaal perfect. Ik zie altijd, ik was zelf daar en ik zit op deze VIP-machines. VIP-machines was ideaal perfect binnen, zoals de BMW, Mercedes. Ja, zeker. Dus ik zal zeggen, voor onze arbeiders en voor onze ingenieurs en voor Anatoly Yunitskiy, bravo. En informatie over de Belgische bedrijf, de Bekaert, dat is de grootste productiebedrijf van staal en draden. Zij is actief op de markt meer dan 45 landen. En waarschijnlijk, iedereen heeft gezien de video informatie over de wanneer deze mensen van deze bedrijf bezoeken onze Ecotechnopark. En nu we krijgen van deze bedrijf stalendraad op de plaats van Sharjah. Dat is ook echte prestatie. Ja, natuurlijk. Omdat de businessbedrijf, de Belgische bedrijf, die bestaat lang, meer dan 30 jaar op de markt. Ze maken een contract met onze bedrijf. Ze kijken op ons, hoe en op welke manier wij groeien. En ze willen niet missen ons. En ze missen niet. Dat is ook prestatie. Jawel. En wij hebben ook 3 ontwikkelingsfasen. En wij hebben fase 1, ze is gedaan. Ja? Dat is een weg voor 400 meter. We hebben dat gezien. Dat is de eerste VIP-machines was daar op deze. En nu we starten 2 fases. 2 wegen voor 2,5 kilometer. En dan die komt 3 fases. Op de vierde weg van 2,5 kilometer lang. Is dat niet echte prestatie? Jawel. En dat is de informatie over welke kunnen we openbaar spreken. En dan komt nog en nog foto's van de Sharjah, van onze bouwplaats. Nog en nog die andere informatie komt. En sowieso, en dan kijk de landen voor tv-programma's. Beginnen te praten over Skyway. En nu komt nog die landen. Dus kijk, hier is de Arabische Emiraten, Tunesië, Palestina, Egypte. Jordan, Libië enzovoort, Saudi-Arabië, Irak, Libië, Liban, Sudan, en nu komt Marokko in andere landen. Dus Arabische Emiraten zelf informatie geven aan deze landen. Dat is ook positief voor ons. Ja, natuurlijk. Is dat niet echte prestatie? Jawel. Dat is ook prestatie van ons. Een eigen fabriek.
mit 100 Werknehmers, aber das ist nie allein Werknehmers, nie allein Arbeiters, das ist allemal zusammen, Ingenieurs, Arbeiters und so fort und so fort. Und noch ein Kere soll ich sagen, Menschen, alsjeblieft, vorsichtig, das ist nie so große Betrieb, wo die starten und produzieren 1000 Maschinen per Tag, nie. Das ist plus, minus 10, 15, 20 Maschinen, aber diese Fabrik spezialisiert speziell für die neue Maschinen zu machen, neue, durch alle Zyklus von Produzieren von Unterdelen, von elektrischen Unterdelen, von mechanischen Unterdelen, machen präzise und just, machen, dann testen, checken und dann alles versammeln und dann diese Maschine deuten nach der Testplatz von Marina Gorka. Dus das ist das Spezial, soll ich so sagen, Fabrikbüro. Das müssen wir begreifen für diese. Und als wir wollen neue Fabrik starten, dann wir haben heel gute Ingenieurs und Arbeiters versammelt. Und als wir wollen die große Fabrik machen für die 1000 Maschinen per Monat, dann plus minus von 6 bis 8 Monaten nodig für diese Fabrik starten. Das ist just die Zeit für bijvoorbeeld als wij beslissen in Antwerpen, van Antwerpen tot Amsterdam de weg te bouwen, dan sowieso we hebben plus minus 6 of 1 jaar plus minus nodig voor alles te checken, alles controleren, alles met de hoogpersonen te spreken, contract kan tekenen, dan het groot gebied, dan brandstof en elektriciteit en dan alles. Dus voor deze tijd nodig, voor allemaal in orde te brengen. Dus juist als wij zullen weten dat voor deze weg we hebben 1000 machines nodig, dan starten we fabriek. Voilà. Volgende. Skyway projecten. En ik heb gezegd vorige wanneer ik start, de op eerste fase was passagierstransport, maar nu is veranderd. Op eerste plaats kreeg de cargo, op tweede plaats komt de passagiers en dan de derde plaats high speed, dus hoger snel machines. Waarom de Unicorn? Omdat veel landen, België, Nederland, dan Arabische Emiraten en andere, Duitsland, vragen Unicorn, omdat de containers vervoer is vandaag. Ja, vandaag is heel belangrijk voor bedrijven, voor mensen die altijd gebruiken de containers. En dat is bewijs van, we kregen bewijs ook van Antwerpen Poort, omdat in Antwerpen Poort was ook de, we komen naar Antwerpen Poort, we was bezig met Christian en Kat vanaf, met Antwerpen Poort vanaf 2018. En we was daar drie of vier keer, veel spreken, veel plannen gezien. Dat is Antwerpen Poort zelf en rode punten, dat is de plaats waar uitladen en op te laden de schepen. En hier is de station voor containers van Antwerpen, van Antwerpen Poort naar station te brengen, enzovoort enzovoort. En voor Antwerpen Poort was belangrijk, zij denken, dat was de belangrijk, op eerste passagiers hier, zij willen hier Unicorn starten en op deze plaats ook Unicorn starten. En dan overstappen over de Schilde, hier is de river Schilde. En nadien ze beslissen toch op eerste plaats container te beslissen te starten. En ze wachten wanneer Unicorn klaar zal zijn en dan komen we terug. En ik denk dat ze in orde zeker komt, maar deze informatie is, zal ik zeggen, niet openbaar. Dat is alleen voor ons mensen, alleen voor in onze hart te houden en niet door te geven aan verder aan op de straat, bedoel ik. Zo. Dus
Willkommen zurück nach Antwerpen Port. Das ist Helbel Angreik für uns auch für Belgien selbst. And Skyway, Zeker Skyway is the global transport worden. And Zeker, als we kijken op de marktanalyse, dan urbanisatie en sociaal ongemak komt zeker van op 2050. En dan heel moeilijke situatie zal zijn, 68%. En ik ben zeker dat onze transport komt juist op tijd voor deze situatie te veranderen. En als wij met onze transport deze situatie niet veranderen, dan komen wij zeker op de punt waar wij geen weg naar meer terug is. Dus wij moeten deze situatie veranderen en dank u wel voor deze transport. En ik ben 100% met deze technologie tot einde zal verder en verder en verder. Goed, en Gent, dat is ook een heel goede ervaring van ons. Zal ik vandaag niet over de Gent spreken, maar zij kregen ook informatie van ons. Dat is de Groene Partij ook. We zijn samen met de Christian Katna Groene Partij geweest. Zij groene partij en wij groene technologie en wij willen werken verder. Maar wanneer de technologie start in België, dan... Tuurlijk, wij vragen niet naar de Groene Partij help, maar wij denken over de groene richting. Dat is heel belangrijk. En wij zijn naar de kennis geweest, naar Antwerpen stad, dat is mobiliteit verantwoordelijke. En wij spreken over onze technologie en dan dat was heel, heel goede, positieve ontmoeting. En dan die Kun was verliefd van technologie, maar Antwerpen zelf heeft geen geld voor te bouwen op dit moment. Op dit moment, omdat alles gepland. En wij zijn van Antwerpen naar de ministerie geweest, ministerie van mobiliteit. En dat is heel goede was ontmoeting met de kabinet van Vlaamse minister van mobiliteit, openbare werken. Ja, en dat is de Martin verantwoordelijke van deze plaats. En wij spreken over onze technologie en dat was en wij kregen een heel goede positieve antwoord van Martin. Omdat voordat wij morgen komen, vandaag, zij spreken, dat was de kleine vergadering met de mensen die werken bij het ministerie. En zij beslissen als zij willen starten technologie, bijvoorbeeld tram of fiets of kabelbaan of andere, op eerste plaats Skyway. Dus op eerste plaats zij beslissen mogelijk of niet Skyway te starten. En als Skyway past niet, dan op tweede komt de fiets of tram of kabelbaan. Dat is ook heel belangrijk voor ons en dat is de suiker op mijn hart. Hè? Dat was suiker op mijn hart. Oké, en waarom precies Skyway? Waarom precies Skyway? Omdat de filosofie van technologie is heel mooi. En Skyway lost milieu en dan tijd, comfort, ecologische en veiligheid. Dat is allemaal zit in een vector van evolutie van onze transport. We zien globale verandering en op het gebied van vervoer en communicatie. Dat is ook heel belangrijk, mensen. Dus vector en filosofie van onze bedrijf. Dat is de helemaal andere. Wij veranderen heel globaal hele wereld. Dus en als u zal of wil vragen, heb je concrete realisatie vandaag? Jawel, dat is de openbare informatie over welke vandaag wij kunnen spreken. We hebben nog informatie, maar dat is informatie gesloten. Deze informatie komt straks. Maar vandaag, we kunnen over deze concrete realisatie spreken. Dat is Ecotechnopark in Skyway in Innovatiecentrum in Sharjah. Is dat niet echte prestatie? Jawel. En verder ontwikkeling van technologie? Jawel. Skyway World Center in Sharjah. Dan lineaire steden.
Und dann Dorpkis, dann Wegen, und dann Transnetcom, und dann Werder Spaceway. Das ist auch openbare Information. Wir haben noch die Information über die folgenden Stappen, über Blockchain, über die Tokens, über die unsere Münzen, über die Börse, über die so weiter und so, wenn ich die Anteile zurückkaufe. Aber das ist geschlossen von der Information. Warum geschlossen? Umdat wir sehen klar, ob die Märkte kommen. Bijvoorbeeld mensen, als die, komen, die nieuwe Mercedes komen, kopen en de bedrijven van Mercedes maken de nieuwe modellen van Mercedes, ze houden informatie en dan ze die informatie stil blijven tot wanneer de Mercedes komt op de markt. Zoals bij ons, en waarom wij niet? Jawel, wij stappen op dezelfde manier. En op onze ontwikkelingsplan van bedrijf, dat was de staat de vandaag dat wij op de 14e fase is. Dat is heel belangrijk. Dat is wij zijn bijna tot einde, nog 14e, 15e fases. En dan de investors die vandaag geen financieren in project, dan ze ontvangen geen winst van elke project, zeker. Deze project, dus als bijvoorbeeld vandaag de mensen beslissen, of de mensen die vroeger kopen de pakketjes, en nu stoppen en wachten wanneer die wij komen op de beurs, op de markt enzovoort, en wanneer terugkopen de aandelen of andere, of wanneer aandelen koopt op de markt, denk u na. Dat is heel belangrijke punten vandaag. Nog twee fases. Maar dat is heel belangrijke aandelen. Die zal helemaal op alle projecten werken. En wij krijgen winst van alle projecten van de hele wereld. Dat is heel belangrijk. En na 15e fase stopt niet. Dat is alleen die komt aandelen die zal werken op één projectjes, lokale projectjes. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Amsterdam tot Parijs. Of van Parijs naar de beurs van Herentals of andere. En na 15e fase, dat is project winst gewend is en zelf financierd en zeker zullen investeren dividenden dat wagen en ontvangen een bedrag van hun aandelen in het project. Ja, dat is over de pakketjes die mensen kopen. Als die mensen nu checken en controleren uw pakketjes, hoe groter pakketjes, hoe meer, natuurlijk, dat is logisch, hoe meer zal je dividenden krijgen, dat is logisch. Ja, en echte prestaties, mensen, dus test, dat is openbare informatie, dus testcentrum van Belarus, de Ecotechnopark, testcentrum van Arabische Emiraten, eigen fabriek met 1000 werknemers allemaal samen, dus arbeiders, ingenieurs en dan constructors. Ja? En dan perspectief. Hebben wij perspectief? Jawel. Dividend, terug aankoop van aandelen en toegang naar de beurs. Maar eerst, wij kunnen naar de markt. Maar waarschijnlijk, wij komen samen naar de markt en naar de beurs. En welke beurs? Zullen wij de beurs gebruiken van iemand die bestaat nu, of wij maken de beurs zelf, dat beslist Anatoly Junitsky zelf. En nu is klaar. Dus allemaal beslissen. Nu is klaar en alleen wachten wanneer de informatie komt. Informatie komt zeker stap per stap. Stap per stap. Komt informatie. En altijd natuurlijk dank u wel aan Anatoly Junitsky. Altijd dank u voor deze persoon. En dank u voor alles wat gebeurt met vandaag met technologie Skyway. Omdat technologie Skyway voor deze periode niet stoppen. We een klein beetje vertragen, maar toch wij verder en verder gaan. We verder en verder en verder. We voorbereiden, we checken alles, we controleren alles. Maar wij zijn klaar, alles checken, alles te kunnen. En wij zijn klaar. Op de beurs, op de markt, met het blockchain systeem, met de tokens, met het andere systeem. We zijn juist klaar voor te komen op de wereld. Maar wanneer en op welke datum?
Zal Anatoly Yunitsky zelf beslissen. En informatie zelf geven aan de mensen over de, onze kanalen die we hebben vandaag. Dus dat is alles wat ik heb dat ik wil vandaag zeggen. Ja? En als u hebt vragen, schrijf maar hier alsjeblieft in chat. En wij willen samen met Kat en Christian en ik op deze beantwoorden. Alsjeblieft schrijf maar vragen en wij willen op deze vragen antwoorden. Omdat ik heb gekregen van de mensen 5 vragen, maar vorige keer op de Zoom van de Christian, dat was ook dezelfde situatie zoals vandaag. Op einde van de presentatie van de Christian, wij antwoorden op die vragen. En op deze vragen kregen wij beantwoorden vorige keer. Dat was over de beurs, over de fabriek, over de aandelen enzovoort enzovoort. Als mensen hebben vragen, schrijf maar hier en wij willen antwoorden alsjeblieft. Oké? Wij wachten een klein beetje. Kat is hier. Ja, Kat.